iedereen hartelijk welkom. We zijn erg vereerd dat Monsignor van der Hende hier aanwezig is om de bloemen te zegenen voor het transport naar Rome. Hartelijk dank, ik geef u graag het woord. In de Keukenhof zijn mensen uit alle landen om de bloemen te bewonderen. En van hieruit gaan prachtige kleurrijke bloemen en planten naar het misschien wel het meest internationale plein van onze wereld. Het is heel bijzonder, want je ziet hoe prachtig die bloemen een teken zijn van de schepping. En ook van het kunnen van mensen die ze voorbereiden en opkweken. En dat je ze dan naar Rome mag sturen om dan daar op het Sint-Pietersplein met zoveel kleur het paasfeest te onderstrepen. Ja, schitterend. Zou heel mooi zijn natuurlijk, maar we vieren hier ook Pasen. Dus ik blijf in Rotterdam om met de mensen daar het paasfeest te vieren. En de bloemen die gaan mee met een speciale groeten uit Nederland. De Richards hebben met een aantal kwekers samen geleverd. En er gaat natuurlijk nog veel meer bloemen naartoe. Dus, maar de Strelitzia's hebben wij geregisseerd, ja. Ik ben sinds 1988, dus dat is al heel erg lang, betrokken bij dit project. En heb de leiding over het project. Sinds 2015 heb ik het overgenomen. En ik mag dit eervolle project voortzetten. En ben ook iedere jaar natuurlijk in voor nieuwe uitdagingen. En ik heb mij vanaf het begin in ieder geval gerealiseerd dat er een aantal dingen net even anders moesten zijn. Zoals bijvoorbeeld het kiezen voor een hoofdbloem. Want daarmee geef ik iedere keer opnieuw een kwekersgroep de mogelijkheid om de bloemen te kunnen presenteren op een podium als het Sint-Pieterplein. Ja, wat is mooier dan dat? Strelitzia als hoofdbloem. En het is een hele krachtige bloem met een mooi complementair kleurcontrast, oranje met blauw. Die gaat echt knallen op dat plein en die gaat straks een hele mooie hoofdrol spelen. Eyecatcher, ja. De groep is een beetje een kleinere groep, heb ik het gevoel. Maar het is wel heel mooi om met die kwekers te gaan praten van wat je wil gaan doen en zo. En zij zijn er natuurlijk ook heel trots op. En dat is het mooie. Waarom zou je alleen trots zijn? Nee, we zijn als heel Nederland trots dat we daar die sierteelt mogen promoten en daar dat plaatje mogen maken. En dan ieder jaar een nieuwe kwekersgroep de mogelijkheid geven om zich daar te presenteren. Fantastisch natuurlijk. En dit jaar met de Strelitzia, ja.